Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Nieuwe miniserie. Zou je het kunnen zeggen. Start episode 6, ja, 400 days. Daar gaan we mensen, we gaan het doen. The Walking Dead Season 1, 400 days. Of eigenlijk gewoon The Walking Dead 400 days. Want 400 days is altijd in seizoen 1. Het is tussen seizoen 1, nee. Het einde is tussen seizoen 1. 1 en seizoen 2 in, als het goed is. I don't know what the hell to do, maar er is wel een mooie easter egg zometeen. En die ga ik zometeen laten zien. En dan kun je al vertellen dat het na The Walking Dead seizoen 1 is. Na The Walking Dead seizoen 1 episode 5 in ieder geval. This game series adapts to the stories tailored by how you play. Dat weten we mensen, oké. Telltale Games present. Vorige video was natuurlijk Clementine, Lee was het eind van The Walking Dead, maar nu zijn we weer terug met 400 days. Nieuwe kansen mensen, een gas station. Trouwens, de mensen die daar instappen, ik zal zo meteen... Kijk, dit is zo fucking geil, episch. De mensen die daar instapten was Kenny, Katja en Duck. In de blauwe truck, daar in de achtergrond. Want Kenny zei nog dat ze bij een gas station stopt en zo. Dat Duck toen aangevallen wordt of zo. Dat was deze gas station. Gas up now, next up is 45 miles. En nu zijn het allemaal zombies. Chill. In ieder geval mensen, het is vandaag zaterdag 26 september 2020. 7 voor 2 smiddags. En... nee, 7 voor 3. 7 voor 3 smiddags. Bijna 3 uur dus. Zaterdag, eerste dag van het weekend. Helft van het weekend is om. En hier zijn allemaal foto's voor een of andere reden. Ik hoor fucking verkut geluiden buiten. Wacht wel even. Zo, dan ben ik weer. Mensen wouden hun bek niet houden buiten. Dus ik heb even het raam dicht gedaan, ja. En nu kunnen we dus uit deze 5 chappies. Je hebt Vince, je hebt Shell, je hebt Barney, je hebt Russell, je hebt Wyatt en je hebt my bitches bro. Welke gaan we pakken? Ja, dat is de vraag. Russell. Gaan we beginnen met Russell? Of Barney? Met Russell. Russell is mijn bro. We gaan elke aflevering gaan we 1 character spelen. Dus als er 5 characters zijn, weten jullie ook hoeveel afleveringen deze serie gaat worden. Ik doe dit gewoon in de afspeellijst van The Walking Dead seizoen 1, want dat hoort er gewoon bij. Dus ja, dat is het dus. Het is vandaag lekker weertje mensen. En ja, de nieuwtjes. Minecraft Survive Island to Doom gamen. Jopje 184 days in. Oh, je ziet ook hoe vers ze zijn. Doe maar gamen, Jopje, ben ik bij dag 339. Naruto Shippuden rewatchen. Oh. Naruto Shippuden rewatchen. Ben ik bij episode 349. Nee, 347. En verder zie ik hier een fucking trees. Inderdaad, Russell, waarom loopt je op de road? Ik zie een walker. Voor de mensen die het niet weten, dit is een bekende walker. Hey, you getting up? Fucka bro. Russell, what's wrong with you? What the fuck is wrong with you? We gaan lekker doorlopen, ja, een holy dikke tieten mensen. Verder heb ik ook nog wat filmnieuwtjes, maar Better Call Saul ben ik bij seizoen 4, episode 8, ja. Shit. Nu heb je een keuze. Hide. En kijk wie je dan ziet. Carly. Dat is Carly. Dat is mijn chick, Carly. En als je kijkt hoe ze eruit ziet, dan weet je dat het al een redelijke tijd geleden is dat Carly daar is doodgeschoten door Lily. Arme Carly, ouwe. Mijn chickie. Leave me alone. I don't want no trouble. Leave me alone. I don't want no trouble. Please, just get the fuck out. Ja, ik... Leave me alone. Get the fuck out of here. Hey, dat was... Ik was niet necrophilia of zo. Russell is asswipe. Wat? Nee. Wat? Shut your bitch up. Can you get the fuck out of here? You got some boys wearing hoodies I gotta worry about? It's mine! Jongen, ga je nou racist doen of zo, je vieze bitch? Daar hou ik echt niet van. Just get in the car. Wat? You're gonna get eaten out here otherwise and I'm bored. Scoot. I ain't gonna wait forever. Fine. Fuck. Oké, sure. Je moet er toch wel in, mensen, dus ja, let's go. Yeah. We gaan hem gewoon vertrouwen, we gaan toch niet dood, mensen. Spoiler! Let's tear it up. Grand's house? What the fuck, granny? What the hell? What the fuck ben jij überhaupt aan het doen? Serieus. Zo vet. Later, bro's. Maar ja, de nieuws... Oh, Nate. Nah, thanks. Here you go. I'm straight. I'm straight. Ik ben niet gay. Nee. Oh. Ja, maar... Rustig houden, bitch. Nee. Chill. No. Mensen, de nieuwtjes. De film nieuwtjes. Ik heb net Leatherface Chainsaw, de Texas Chainsaw Massacre 3 afgekeken. Gisteren heb ik de Texas Chainsaw Massacre 2 afgekeken. En avond eindelijk, na jaren kon ik die film kijken. Fucking creepy, fucking disturbing, net zoals de eerste. Ik weet nog dat ik de eerste keek toen ik Halloween aan het kijken was en zo. Verder is, mensen, Halloween 2018 heb ik gisteren, ja gisteren in de middag of in de ochtend afgekeken, mensen. Of begonnen en afgekeken. Halloween uit 2018. Dus nu heb ik de Halloween series officieel klaar. Ik ben hem begonnen rond 6 april of zo ben ik begonnen met het kijken van Halloween. En ja, dan ben ik klaar. Shut your bitch ass up. Ik heb gisteren lekker dropmens gekregen. Ik heb lekker patat gegeten en no tail. I ain't got no tail, bro. Ik heb geen idee wat de fuck je bedoelt. Oh, I like. Ze was lekker. Oh. Waar is je familie dan? Oh. Arme guy. Wow. Steve. Wow, rustig houden. Oh. Wat is er mis met hem? Heel veel mensen hebben 7 als geluksgetal. Ik heb geen geluksgetal. Waarom zou je een geluksgetal hebben? What the fuck? Let it out, Paco. Paco? We gonna kill him? Holy tieten, man. Steve, je fucking klootzak dat je bent. Steve, jij motherfucker. YOLO, boys. Ik ben verrast dat hij je niet heeft gekillt. Echt, holy tieten. Russell, good guy. Nee, geen radio aanzetten, gadverdamme. Shut your bitches up. Ah. De rack, de tieten, man. Holy tieten was het. Why you gotta be like that? Come on, man. Always talking about women like that. Come on, ouwe. Okay, well, let me see if I can answer your question. Wat? Nee, je bent gewoon een creep, ouwe, en dat is gewoon kut. No. No laws, no jobs, ain't nothing that make us men. Jongen, jij bent zo'n rapist, dat weet ik nu al. Gadverdamme, get the fuck out of here, please. Mag ik weg? Nee, je moet je bek houden. Ariana Grande. Miley Cyrus. Holy tieten, man. Wat is jouw probleem? Wie? Hey, chickie. Ah. Leuke blowjob. Bro, wat is er mis met je? Fuck jou. Het is 10. Oké, mag ik nu weg? Holy shit. Holy tieten. Nee, je bent een mogol. Deze guy is echt gek. Hij wou zo schieten, man. Dan zouden mijn eardrums helemaal fucked zijn. Maar ja, Texas Chainsaw Massacre 2 en 3 gisteren en vandaag afgekeken. Halloween, eindelijk de hele franchise afgekeken. Halloween 2018 is fucking lit, mensen. Ga die film kijken, dat is echt een goede film. Zelfde acteur van de originele Halloween 40 jaar eerder. En dat vind ik zo fucking episch. En ook raar om dat gewoon te zien. Gewoon, eerst kijk je één film en dan volgende dag kijk je gewoon een film waar ze 40 jaar ouder is. Precies dezelfde acteur, precies dezelfde soort film en zo. Dat is gewoon echt crazy to me. Echt niet normaal. Maar ja, het waren leuke films. Scream, ja, heb ik al afgekeken. Verder heb ik gewoon een beetje Survivor Island gekeken. En verder is niks. Ja, een paar films. Die ik net heb opgenoemd. Shut your bitches up. Ik denk dat ik nu de tekst er... I don't like... Holy tieten, man. Holy tieten, man. Ik schrok me de motherfucking tering. Eet, sorry. Get the fuck down, man! I am down. I want to be there. Get to the truck. I'll cover you. Okay, get ready. Get ready. We zijn de main character. And keep your head down. Okay, let's go. Let's go. Holy tieten, waar is de koffer? Waar is de koffer? You fucking bitch. Good hustle. Good hustle. I'll cover you. Bitch. Look how good you did. Oh, ik ben een good boy. I shouldn't have come with you, you motherfucker. Yeah. Russell? Come on, kid. Look at me. Look at me. Look at him. What is a bitch? Okay, we got this. Get that motherfucker. Ja, maar straks word ik geschoten. Holy titty, ik zie hem al bij de raam, rechter raam bij de dinner. Ik snap niet hoe die geen headshot gaf, echt holy tieten. Maar ja, dat zijn dus de films die ik heb gekeken. Ik ga nu Texas Chainsaw Massacre serie beginnen. Of ben ik al lang begonnen. En dan ga ik gewoon ja, die afkijken en zo. En daarna weet ik niet wat ik ga kijken. Misschien nog Black Christmas is een film. Dan de remake daarvan. Een paar gewoon random standalone horrorfilms. Niet echt franchises, want daar heb ik al de meeste van gekeken. Nightmare on Elm Street moet ik nog kijken. Maar ik heb al Halloween gekeken. Aliens. Friday the 13th. Dus ja, dat soort shit allemaal. Maar ja, jullie weten dat ik van horrorfilms houd. Maar holy shit. Chainsaw Massacre is echt fucked up. Hè. Holy tieten. Ik vind het echt fucked up. Maar ja, voor de rest heb ik een beetje gechilled. Gisteren school, eergisteren school. En nu gewoon weekendje. Ja, vandaag een beetje werken. Thanks, bro. Oh. Ah, ja, ja. I'll cover you. Let's go. Ik ben de strijdrouw. Note your choice. Oké. Oké, snip. Oké, cover. Ik weet niet hoeveel kogels ik heb. Draw a nade, what the fuck? Waarom zou ik draw a nade doen? Ik bedoel, dat gaat me echt helemaal niet helpen. Shut your bitches up, so cool. Oké. Let's go, bros. Throw the gun. Jeet! Verder zit die Fortnite nu aan het updaten. En verder is dus ook Rocket League, mensen. Een redelijk populaire game is nu vrij, ja, in de PlayStation Store. Ik bedoel, ik ga het nog niet echt downloaden, want... ja, het is heel veel gigabyte en het lijkt me niet heel leuk. Ik heb het een paar keer gespeeld bij een vriend en zo, maar... Lijkt me niet een hele leuke game, dus I don't know. Ik blijf gewoon met Fortnite. Ook als Fortnite ook een kut game. Holy tietenzooi. Bedankt ouwe, je hebt me gered. Verder heb ik nog een beetje... lekker Minecraft gespeeld op de computer, mensen, gisteren. En ja. Let's get the boy. Hey, flammable, dat heb ik geleerd bij spectrofometrie veiligheid. Follow me. En we gaan nu die bitch pakken. Die aan ons aan het snipen was. Verder mensen heeft NEFFEX of NEFFEX N-E-F-F-E-X. Een muziekartiest. Die ik redelijk veel luister. Heeft gisteren een nieuwe track gemaakt. Verder heeft Machine Gun Kelly, ook een strijder. Heeft ook een nieuwe track gereleased. Oké, sure al. We zijn nu strijden met deze. Oh, pardon, met deze guy. Maar ja, ik wacht nog steeds op NF. Dat is waarschijnlijk mijn favoriete artist, rapper, dingetje, hiphopmaker, muziek. En ja, ik wacht nog steeds tot hij een nieuwe... Ja, inderdaad. kill. Just kill it. Feel like a big man now? Ja. Maar wie, die kop is een reference naar een van deze andere verhalen, mensen. Okay. In deze... Keep your head down. Oh, sorry. Sorry. Het spijt mij. You motherfucking bitch! I don't know what to do, mensen. Maar... Nee, ik ga het niet onderbreken, maar ik wil praten. Alleen hun praten. En het geluid is al zo tietenzacht. Alleen... En dan fluisteren ze ook nog. Ja, sure. We moeten heel erg stil zijn, mensen. Heel erg stil. Oké, sorry. Moet ik fluisteren? Nee, ik heb geen zin in ASMR, mensen. Kom op. Oké, checken. Look through. Hallo, kijk door de window. Oh shit, hij dus. Kijk hem dan met zijn fucking sniper. Talk to. Nee, niet echt. One guy. Shit, dat is wel een goeie no shit. Kijk hem dan met zijn bitch ass. I don't know. Shit. Mag ik het zelf kiezen? Ik neem het daarvan wel. Of gaat nu gewoon een cutscene? I don't know what to do. Get his ass! Oh my... Holy shit. Hij is een oude motherfucker. What? Walter White? Rustig. Mask? Spook, dat is racisme. Ik ben de boy. Ja. Ja. Wat lul jij? We've never been here, sir. Sir? Who shot my wife? Wasn't us? Nee, you tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Oh, rustig. Get the fuck out of here. Please leave us alone. Wat is er met je hart, ouwe? Should we just kill these folks and take all their stuff? Wat is er mis met je, bro? We hebben nu een keuze. Yeah, sure, I'm done. Goodbye. I'm done. That's it, man. I don't know you, and I don't want to. Can't you take a fucking joke? No, leave these people alone. I'm sorry, I'm out. Come on. Can we still be friends? Fuck you. No. You stood up to Nate and walked away, you motherfucking bitch ass. Don't do it. Ja, hij gaat ze altijd killen. Het maakt niet uit wat je zegt, die Nate die killt die oude mensen toch wel. Ik kan volgens mij eigenlijk zeggen, don't do it ofzo, of are you fucking serious, dat helpt niet. I'm done, oké, fuck you Nate. Dit was het eerste verhaaltje mensen, en ook de eerste aflevering en de eerste video. Ik wou nog over iets vertellen, maar ik weet niet meer wat. Dat ging over de films volgens mij, nee niet over de films, maar over iets anders. Russell is nu gedaan en ze neemt ook het plaatje mee. Heel erg mooi. Als het goed is hij nu opgeslagen, dus I'm gonna go. Als het goed is opgeslagen, anders is het wel heel erg gay, want we zijn echt 20 minuten aan het spelen of zo. Russell is voltooid. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan een blauw omhoog achter. Abonneer de kanaal naar beneden, comment de kanaal naar beneden. En ja, dat was het dus. Ik wou iets zeggen toen die... oh ja... over veiligheid en zo'n dat soort shit. Toen wou ik iets aan het zeggen. Dat is zo irritant als je iets wil zeggen, maar dan vergeet je het. Of dan ben je het kwijt. Maar wat ik wil zeggen over deze verhaaltjes. In deze verhaaltjes komen heel veel dingen voor die met andere verhaaltjes te maken hebben. Je hebt 5 mensen en in elk het verhaal van die mensen komt iets voor wat terug gaat komen in het verhaal van een andere mensen. Dus heel veel geconnect, zeg maar. Dus daar moet je voor opletten. Dus volgens mij was die politieman met die screwdriver in zijn oog, was die iemand die in een verhaal van Vince komt als het goed is. Want ja, ik heb deze Fortnite deze ook al natuurlijk gespeeld. Maar ja, verder heb ik niks meer te zeggen. Een paar films gekeken, Halloween afgekeken. Ik begon ergens in april, of zo 6 april begon ik met de eerste film. Fucking vet. Nu Halloween 2018. Ik weet niet of ik ook een lulvideo ga maken, net zoals Friday the 13th. Ik bedoel, die heeft wel 12 films en Halloween heeft er maar... Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Return of Michael Myers, Curse of Michael Myers, Pain is van Michael Myers, H2O, Resurrection, Remake. Of Remake, tweede deel 2018. 11 films heeft Halloween. I don't care man, ik weet niet. Misschien maak ik er wel een lulvideo over. Is al een tijdje geleden. Maar ja, bedankt voor het kijken van deze video mensen. We zijn Russell. We hebben bitches opgefakt. En Nate is gewoon een klootzak. En ja, films gekeken. Ja, lekker zaterdag. Lekker chillen in het weekend. Bedankt voor het kijken van deze video mensen. Later.